In een regeringsraadvergadering is op woensdag 26 januari 2022 breedvoerig gediscussieerd over het bijstellen van het sociale vangnet voor het jaar 2022. De regering heeft per 1 maart besloten de sociale uitkeringen te verhogen. U hoort professor Maarten Schalkwijk hierover. Ja, vandaag is de regeringsraad bij elkaar gekomen en die hebben eigenlijk besluiten genomen over de bijstelling van het sociaal vangnet voor 2022. We hebben een sociaal vangnet, maar dat was nog niet helemaal uitgewerkt voor 2022, dus vandaar dat deze vergadering nodig was. Nou, er zijn besluiten genomen. Er is een beleidsnota geweest en die is aangenomen. Die beleidsnota is voorbereid samen met discussies in het tripartietoverleg. Discussies met sociale zaken en met verschillende ministers. En ook alles op een rijtje gezet. De evaluatie van het afgelopen jaar. Wat is er goed gegaan, minder goed gegaan? En dat heeft gemaakt dat we zijn gekomen tot die bijstelling van het sociaal vangnet. En misschien kan ik aangeven dat er toch wel 3 belangrijke zaken uit zijn gekomen. Dat de AOV wordt bijgesteld van 1000 naar 1250 per maand. En dat gaat in per 1 maart. Voor de mensen met een beperking, die kregen 750 per maand, is er een flinke optopping naar 1750. Vanuit die groep waren er klachten gekomen van hey, dat is onvoldoende. En we waren begonnen met 325, geloof ik januari 2020. Dus dit is toch wel een behoorlijke optopping. Maar dat is een groep die problemen heeft soms om werk te vinden en in deze tijd ja, hebben die het extra nodig. Dus vandaar die extra handreiking. En voor financiële bijstand aan zwakke huishoudens is er een optopping van 1000 SRD naar 1250. En dus dat is wel een behoorlijke verhoging als we kijken van waar begon dat? Financiële bijstand voor zwakke huishoudens was 2 jaar geleden nog 33 SRD. En nu is het al 1250. Het zijn misschien nog niet de bedragen waar mensen van kunnen leven. Maar wel om te ondersteunen. Omdat we aannemen dat veel mensen toch ook andere inkomsten hebben. Maar dat wordt dan per geval bekeken door sociale zaken. Er is een bestaande faciliteit voor mensen die vanwege COVID hun werk kwijt zijn geraakt, werkloos zijn geworden of minder inkomsten hebben. Die faciliteit blijft nog een jaar bestaan. Die mensen krijgen een uitkering van 1500 per maand. En er is een nieuwe faciliteit bijgekomen voor, laat maar zeggen, oudere, senioren burgers die alleen van AOV leven en die geen pensioen hebben of een heel laag pensioen. En daar gaat worden samengewerkt met het Bureau voor Gepensioneerden van de Overheid, BBGO. En die gaan dan helpen om die groep te identificeren en ook een aanvulling kunnen die dan krijgen. Hoeveel van de zware last die er is geweest op de lagere inkomensklasse is dus opgevangen door de maatregelen? Nou, ik moet zeggen dat het sociaal vangnet, dat is al ingegaan in eigenlijk 2020, met wat optoppingen die toen gedaan zijn. En als we kijken naar nogmaals waar we begonnen zijn in begin 2020 en waar we nu zijn, dan zie je dat de AOV, ik dacht dat die 525 was, is nu 1250, dus meer dan 100% erbij. Voor de mensen met een beperking was het 325, nu 1750, dus een paar 100% erbij.
Voor de AKB is het ook flink opgetopt. En voor de mensen met de zwakke huishoudens behoorlijk. Dus die optoppingen zijn hoger dan de inflatie die er geweest is. Maar nogmaals, dus voor de lage inkomens denken we dat er wel toch aardig wat is gebeurd. Ook heeft de overheid afgelopen jaar de inkomentrekkers, vooral de ambtenaren, die hebben toen ook 1000 SRD erbij gekregen en nog een 700 koerscompensatie. En voor de laagste inkomens betekent dat ook een optopping van meer dan 100%. De overheid die kijkt natuurlijk naar vooral de meest kwetsbare personen en groepen in de samenleving. En natuurlijk voor de mensen die wat meer verdienen is die compensatie niet volledig. Maar daar gaat via loononderhandelingen en andere zaken, zoals belastingverlaging, die is er ook geweest. Zodat die mensen ook aan hun trekken komen. En er is voor de hoogste inkomensgroepen was er een solidariteitsheffing van 10% die is per januari komen te vervallen. Zodat die mensen weer wat meer die 10% alvast erbij hebben. Dus op die manier probeert de overheid toch wel met de beperkte mogelijkheden die zij heeft, in ieder geval de armste groepen tegemoet te komen. Dat klinkt mooi, al die optoppingen. En wat moet er precies gebeuren om ervoor te zorgen dat die hulp die de overheid biedt wel aankomt bij de hulpbehoevenden? Ja, ook daarover is gesproken bij de evaluatie van het afgelopen jaar. Wat we zien, dat bijvoorbeeld de AOV, dat loopt heel goed. Mensen krijgen dat gewoon. Meer dan 70.000 mensen krijgen dat maandelijks. De mensen met een beperking, de distributie daarvan gaat ook best wel goed. De algemene kinderbijslag, dat is een probleem, ja, al vele jaren, omdat de overheid steeds een jaar achterstand heeft. En die AKB wordt niet per maand uitbetaald, maar ik dacht per kwartaal of half jaar. En daar hangt het vanaf van dat veel mensen geen bankrekening hebben. Dus een van de projecten waar men mee bezig is, is om een wetbasisrekening, een bankrekening, zodat elke Surinamer, tenminste elke volwassene, over een bankrekening kan beschikken. Zodat men ook de AKB maandelijks zou kunnen storten. En hetzelfde geldt voor de financiële bijstand voor zwakke huishoudens. Want daar zijn dus uitkeringen die dan eens in de zoveel tijd betaald worden. Daar is met sociale zaken over gesproken. Er is een taskforce bezig. En de bedoeling is dat daar toch wel een versnelling komt in de uitkeringen. Want kijk, die kwetsbare groepen zijn er. Mensen die een laag inkomen hebben, kunnen een optopping krijgen via financiële bijstand zwakke huishoudens. Van 1000 SRD en straks 1250. Maar je moet wel dat kunnen krijgen. Dus je moet je aanmelden bij sociale zaken. En voor armere mensen is dat soms moeilijk om die weg te vinden. De sociale zaken moet ook meer voorlichting gaan geven. Dat is ook afgesproken. En zodat de mensen wel de weg kunnen vinden. Anders zijn er op papier mooie dingen. Maar in de praktijk ervaart men het niet. En dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan klagen. Even dan een vraag voor de leek. Waarvoor staat AKB? Algemene kinderbijslag. Oh, okay. En dat is kinderbijslag voor mensen die niet via hun werkgever kinderbijslag krijgen. Veel mensen die in loondienst zijn, want als je ambtenaar bent, krijg je via de ambtenarij al kinderbijslag. Als je bij een bedrijf in dienst bent, krijg je meestal ook kinderbijslag.
Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld niet werken of die hosselen en die geen kinderbijslag krijgen en die kunnen zich aanmelden daarvoor. En het is toch 125 per kind per maand. Is een ieder genoegzaam op de hoogte van wat de overheid doet voor lagere inkomensklassen? Ik ben bang dat veel mensen het nieuws niet altijd volgen. Nee, veel mensen zijn misschien meer aangewezen op social media. En ik merk het, dat sommige mensen niet meer weten wat er gebeurt, belangrijke gebeurtenissen. En dan denk je van, hé, vroeger volgde bijna iedereen het nieuws. Maar blijkbaar is er een groep die dat niet volgt, dus... Het moet meer bekendheid krijgen, ook via de social media. En ook de overheid natuurlijk, die moet dat op websites plaatsen. Zodat mensen het niet alleen weten om geïnformeerd te zijn, maar ook vooral die mensen die er gebruik van willen maken. Bijvoorbeeld de algemene kinderbijslag. Er komt niet iemand aan jouw deur vragen van, heeft jouw kind, kreeg die kinderbijslag? Je moet je registreren. En er zijn 45.000 mensen die zich geregistreerd hebben. En 90.000 kinderen die kregen kinderbijslag. Dus via die ouders. Maar misschien zijn er anderen die nog niet geregistreerd zijn. Dan moet je je registreren, zodat je het ook kan krijgen. En hetzelfde voor de financiële bijstand van de zwakke huishoudens. Je gaat zelf wat moeten doen. Of anderen om je heen. Wij zien soms mensen waarvan je denkt van, hé, waarom zit die niet, wordt die niet ondersteund? En natuurlijk buren, vrienden, familie moet ook ondersteunen. En dat gebeurt ook wel. Maar als de overheid natuurlijk middelen heeft, dan is het ook wel belangrijk dat die persoon die zich misschien schaamt om dat van aan een familielid te vragen, dat die dan ook in aanmerking komt voor dit soort uitkeringen. Ja. Hoe past wat de overheid doet of zal doen in het herstelplan? Dit zijn allemaal maatregelen die helemaal passen, onderdeel zijn van het herstelplan. Dus het sociaal vangnet is een onderdeel van het herstelplan. Dus het past volledig daarbinnen.